In de tuin van de Surinaamse Bank is er gisteravond een receptie gehouden ter viering van het 30-jarig bestaan van de Caribbean and North American Council for Mission Kennecom. Momenteel wordt de council meeting van de Kennecom in ons land gehouden. Deze meeting is gestart op 20 september en duurt tot en met 29 september. Kennecom is een kerkelijke organisatie opgericht op 11 september 1986. De organisatie is nu dus al 30 jaar oud en heeft als doel lidkerken op reformatorische leest geschoeid te helpen bij hun projecten. De hervormde kerk van Suriname is sinds maart 2014 bij deze kerkelijke organisatie aangesloten. Volgens dominee Diana de Graven van de hervormde kerk heeft de kerk dit jaar het voorrecht als gastheer te mogen optreden bij deze jubileum council meeting. En we zijn trots en blij dat wij Suriname aan hun mogen tonen, laten zien wat we zijn en wie we zijn. En ik mag zeggen dat ze allemaal onder de indruk zijn van onze warmte, van onze gastvrijheid, van de wijze waarop we omgaan met dingen. Ze zijn tevreden met de wijze waarop wij als hervormde kerk van Suriname de hele councilvergadering als het ware van tevoren hebben voorbereid. Ik gaf het al aan, 30 jaar Kennecom. En Kennecom houdt zich bezig met 4 missieprioriteiten. En die zijn Church Growth and Development Renewal, Gender and Violence, Poverty and Inequality en Human Trafficking. Vanmiddag hebben wij ons gebogen over human trafficking. Wat kan de kerk doen hiertegen? Wat zijn de signalen vanuit de samenlevingen, de landen waarin wij vertegenwoordigd zijn? Hoe kunnen wij als kerken invloed hebben of mensen bewust maken van mensenhandel en mensensmokkel? Gisteren zaterdag hebben we de hele dag ons gebogen over deze 4 missieprioriteiten. En er zijn heel mooie voorstellen naar voren gekomen die we samen moeten bundelen en ook moeten distribueren naar alle kerken. Dominee de Graven van Hervormde Kerk. Er is in de afgelopen dagen een aantal activiteiten ontplooid, zoals een eredienst ter gelegenheid van de officiële opening van de council meeting in de Centrumkerk der Hervormde Gemeente. Delegaties van kerken uit verschillende landen nemen deel aan dit kerkelijk evenement.